in de behandeling van prostaatkanker zijn zij zeer belangrijk. Het zij voor een primaire behandeling, het zij voor een adjuvante behandeling. We hebben vandaag twee eminente radiotherapeutes in ons midden. Dr. Elke Blijweert en dr. Sabine Meerschout, welkom. En bedankt om hier vandaag te willen spreken. Zij maken deel uit van 10 jaar prostaatkliniek. 10 jaar dat wij in een eerlijk en ruim aanbod voor de patiënt alle mogelijke behandelingen naar voren schuiven. En zij gaan om beurt enerzijds spreken over de brachytherapie en anderzijds over de externe radiotherapie. Ik geef eerst het woord aan dokter Elke Blijweert. Alsjeblieft. Goedemorgen allemaal. Ik wil eerst en vooral de organisatie bedanken dat ook de radiotherapeuten een keer een tipje van de sluier mogen komen oplichten. Mijn collega gaat het hebben over de externe bestraling, maar ik blijf inwendig in de patiënt. Ik ga jullie spreken over de brachytherapie voor het vroegtijdig prostaatcarcinoom. Wat is nu eigenlijk een brachytherapie? Brachy komt van het Griekse woord brachus en betekent dichtbij, kortbij. We gaan eigenlijk de stralingsbron zo dicht mogelijk of tot in de tumorcellen of in het te behandelen orgaan brengen. En voor de prostaat doen we dit specifiek door radioactieve jodiumzaadjes te gaan plaatsen in de prostaat. De radioactiviteit zit vervat in een titaniumomhulsel. En hier zien jullie eigenlijk zo'n klein zaadje, niet groot, 6 mm lang, vele malen kleiner dan een stuk van een cent. De brachytherapie is geen nieuwe techniek. Die is ontstaan eigenlijk in de jaren 70, maar was toen zeer experimenteel en heeft eigenlijk maar een grote vlucht gekend in de jaren 90 met de ontwikkeling van goede echotoestellen, want het is een echogeleide procedure, en ook door een betere planningssoftware, sterkere computers, waarbij dat we in real time, onmiddellijk, terwijl dat we de patiënt op tafel hebben, de planning kunnen maken om de exacte positie van de zaadjes te bepalen. Het is sinds 2002 in België ook terugbetaald als de patiënt voldoet aan een aantal wettelijke terugbetalingscriteria. Het is ook noodzakelijk dat de patiënt, maar dat gebeurt bij elke patiënt bij ons in het ziekenhuis, besproken wordt op het multidisciplinair overleg. En wie mag er volgens de wet geïmplanteerd worden? Dat zijn de patiënten met kleine T1, T2 tumoren met een laag PSA, een Gleason-score van maximaal 3+4 en een prostaatvolume dat minder is dan 50 milliliter. Ik ga hierover in detail met de volgende slides wat meer ingaan. Dus de T1, T2-tumoren zijn eigenlijk kleine tumoren in de prostaat zelf. De T1-tumoren zijn echt de beginnende kleine letsels die we nog niet voelen, nog niet zien en die eigenlijk ontdekt worden meestal door een verhoging van de PSA en de prostaatpunctiebiopten. De T2-tumoren zijn iets groter, maar liggen nog volledig onder het kapsel van de prostaat. Ook de PSA, zoals jullie al gehoord hebben van dokter Van Nooyen, is een belangrijke prognostische factor. En vooral voor de brachytherapie is het van belang of dat we weten of dat een tumor beperkt zit in de prostaat zelf en maximaal enkele millimeters voorbij het kapsel zit, omdat het jodium-125, dat radioactief zaadje, maar een curatief bereik heeft van enkele millimeters. Ook de Gleason-score is van groot belang voor deze behandeling, voor het onderscheiden van welke patiënt in aanmerking komt of niet. De Gleason-score gaat eigenlijk de agressiviteit van de kankercellen weergeven. Wordt bepaald op de prostaatpunctiebiopten die de patiënt altijd krijgt bij diagnose van zijn prostaatcarcinoom. En we weten dat de goed gedifferentieerde lager dan de Gleason 6. Gleason 6 en beperkt 7 is laag tot matig agressieve cellen. En vanaf een Gleason 8 ben je echt met een agressieve kanker bezig en is deze techniek niet meer toepasbaar. Het prostaatvolume is van groot belang. Hoe groter de prostaat, en zeker boven de 50 milliliter, wordt hij moeilijk visualiseerbaar met het echografietoestel. En zonder goede visualisatie van de prostaat geen mooie implantatie. Ook een moeilijke positionering van de naalden, waardoor dat we de zaadjes niet op de juiste plaatsen krijgen. Dus een patiënt met een te grote prostaat komt niet in aanmerking voor een brachytherapie. Als dat volume slechts een klein beetje te groot is, kunnen we eventueel proberen door middel van hormonale therapie dat volume wat te verkleinen om enkele maanden later toch een implantatie te kunnen doen.
Buiten de wettelijke terugbetalingscriteria zijn er natuurlijk nog altijd een aantal voorwaarden waarmee een patiënt een betere of een slechtere kandidaat is voor de brachytherapie. Een van die belangrijke criteria is eigenlijk de IPSS-score. Dat is de internationale prostaatsymptoomscore. Een hele vragenlijst waarbij dat de patiënt bevraagd wordt over hoe makkelijk hij plast, hoe vaak hij plast, of hij al verlies heeft, of hij 's nachts plast. Al die zaken worden eigenlijk gescoord. En als die score laag is, onder de 8, kun je een goede implantatie doen. Hoe hoger dat die score wordt, hoe slechter hij eigenlijk een kandidaat is, omdat je dan riskeert van op langere termijn en zelfs acuut urineretentie te doen na de plaatsing of belangrijke plasklachten te ontwikkelen. Nu, hoe gaan we dat technisch doen? Om te beginnen is dat een teamwork. Dat is niet een radiotherapeut alleen die dat deze behandeling uitvoert. Het is een team. De patiënt gaat in slaap voor deze procedure die toch ongeveer 1,5 uur duurt. Er is een anesthesist nodig, er is een verpleegkundige nodig, de uroloog is daar en de radiotherapeut en eventueel de planningsfysicus zijn ook aanwezig. Omdat we in real time, op het moment dat de patiënt in slaap op tafel ligt, heel de procedure doen. Er wordt dus eigenlijk een echoprobe in de endeldarm van de patiënt geschoven om een mooi beeld te krijgen van de prostaat dat u hier ziet. Er wordt een urinesonde, een verblijfsonde geplaatst om ook mooi het zicht te hebben op de uretra doorheen de prostaat en mooi de blaashals te zien. Op de echoprobe wordt een soort rooster geschoven waar langs dat holle naalden tot in de prostaat geschoven worden en langs die holle naalden worden dan op het einde de zaadjes ter plaatse gebracht. Dus, om te beginnen, de echoprobe. De echoprobe is gekoppeld aan het echotoestel en het echotoestel is dan ook gekoppeld aan de planningscomputer, zodat we op beide schermen in real-time kunnen zien wat we doen. Als de echoprobe ter plaatse zit, gaat de uroloog sneetje per sneetje om de paar millimeter een doorsnede nemen van de prostaat, waarop dat eigenlijk aangeduid wordt waar de prostaat zich bevindt, waar de uretra zich bevindt, het laatste stukje, de rectum, het endeldarm, zich bevindt, zodat we een mooie 3D-reconstructie krijgen, gemaakt door de computer. Hier ziet u in het rood de prostaat in zijn reconstructie, het groene is de plasbuis, het blauwe is de endeldarm. Als de reconstructie gebeurd is en als we een volumestudie hebben, gaan we eigenlijk met behulp van de planningssoftware gaan bepalen waar en hoeveel naalden er geplaatst moeten worden om de zaadjes ter plaatse te krijgen. De computer geeft eigenlijk een ruwe schets en die wordt dan verfijnd manueel, waarbij dat we gaan kijken waar er wel en geen zaadjes moeten geplaatst worden. Meestal hebben we rond de 20 à 24 naalden per procedure nodig om de zaadjes ter plaatse te brengen. Dus ook weer, koepen per koepen, wordt er bekeken van waar moeten er zaadjes komen om een mooie dosisverdeling te hebben in de prostaat zelf, de uretra zoveel als mogelijk te sparen en ook het laatste stukje van de endeldarm niet te zwaar te belasten. Ook dat kan je mooi in 3D-reconstructie terug bekijken. Hier zie je weer de rode prostaat. De groene staafjes zijn eigenlijk de zaadjes die ter plaatse worden gebracht. En het geel-groene wolkje dat je ziet is eigenlijk de mooie dosisverdeling waarbij dat heel de prostaat mooi bestraald wordt. Als we tevreden zijn over het plan, als we het samen besproken en bekeken hebben, beginnen we eigenlijk aan te duiden op de planningscomputer die verbonden is met de echo en worden via de grid naald per naald geïmplanteerd. We beginnen altijd met zoveel mogelijk naalden onder het kapsel te steken, zo ver mogelijk weg van de uretra. Nadien wordt er eigenlijk aangevuld centraal in de prostaat waar er nog dosis tekort is. Eens dat de naalden ter plaatse zijn, nemen we de echografie opnieuw om te kijken of er een shift is geweest, of er een verandering is geweest door het feit dat er daar meestal een 14-16 keer geprikt is geweest in de prostaat, kijken of dat hij nog mooi op zijn plaats ligt, eventueel enkele aanpassingen te doen. En dan wordt er een stepper, dat is eigenlijk dit toestel, een applicator op de naald geschoven met hier het kokertje waar de radioactieve zaadjes in zitten. En zo gaan we echografisch eigenlijk naald per naald gaan kijken waar hier de verschillende zaadjes moeten komen. En dan ziet u ook dat die mooi terechtkomen waar ze moeten liggen.
Zo wordt naald per naald de zaadjes geplaatst. Meestal zijn dat er een 70-tal per patiënt. En op het einde van de procedure wordt er altijd een scopie, een RX-foto genomen. Hier ziet u het bekken met daar alle zaadjes in de prostaat, uiteraard fel uitvergroot. En wordt er, terwijl we scopiëren, contrast in de blaas gespoten. Omdat het altijd mogelijk is dat toch een zaadje wat te ver doorgeschoten is en zou ronddwarrelen in de blaas. Gebeurt eigenlijk nooit, maar wordt toch altijd geverifieerd. Dan is de patiënt eigenlijk klaar om naar de kamer te gaan. En gaan we eigenlijk de patiënt daags na de ingreep laten de zonde verwijderen. Als de patiënt spontaan kan plassen nadat de zonde verwijderd is, mag hij ook naar huis gaan. Dus is eigenlijk op een goede 24 uur van zijn behandeling vanaf. Een zestal weken na de implantatie doen we ter kwaliteitscontrole een scan van de onderbuik, waarbij we opnieuw gaan bekijken waar de zaadjes zitten. Hier ziet u een mooi voorbeeld van alle perifeer geplaatste zaadjes. En hier ziet u ook dat op bepaalde plaatsen er ook meer zaadjes centraal moesten geplaatst worden om een mooie dosisverdeling te krijgen. En gaan we zestal weken later opnieuw de planning doen om te kijken of alles mooi verdeeld zit, hoe het zit met de dosis op de endeldarm en hoe het zit met de dosis ter hoogte van de blaas. Dat is technisch. Nu, elke ingreep, of dat het nu met een bestraling is, een operatie, heeft zijn nevenwerkingen. Een bestraling en zeker een brachytherapie heeft het grote voordeel dat het zeer lokaal is. Dus op afstand gaat uw patiënt geen nevenwerkingen ontwikkelen, want de curatieve radius van die zaadjes is heel beperkt, enkele millimeter. Nu, wat ligt daar in de buurt en waar kunnen de patiënten wel last van hebben? Dat is om te beginnen natuurlijk de uretra, de plasbuis die dwars door de prostaat loopt en de blaas die dat daar net boven ligt. De eerste dagen na de implantatie is het niet abnormaal dat daar een beetje bloed bij de urine zit. En kunnen de patiënten wat last krijgen en meestal is dat maximaal een tweetal weken na de implantatie dat dat begint en dooft stilaan uit de 2 tot 6 maanden na de implantatie van wat irritatieve symptomen. Wat meer gaan plassen, 's nachts opstaan om te plassen, een gevoel te hebben van dringend te moeten gaan plassen. Een zeldzame keer gaat een patiënt in retentie. Maar dat is meestal mensen die toch al wat moeilijker plassen op voorhand. Patiënten worden steeds behandeld na de implantatie met een alfa-blokker, tamsulosine, gedurende 2 tot 3 maanden. Eventueel wordt daar een keer een NSAID aan toegevoegd. En dus de oorzaak van die plasklachten is in het begin door het plaatsen van de naalden. Als daar 24 naalden doorheen het perineum geprikt zijn in de prostaat, geeft dat wat oedeem van de prostaat. Maar zeker en vast ook door de bestraling van de uretra die doorheen de prostaat loopt. Die naalden worden door de huid geprikt, het perineum tussen de balzak en de aars. Langs daar gaan we die naalden ter plaatse steken. En het is niet abnormaal om daar dan een ecchymose, een blauwe plek te zien die gedurende enkele dagen wel last kan geven. Ook het rectum, de endeldarm, ligt vlakbij de prostaat, wordt ten dele mee bestraald door die zaadjes en kunnen soms wat proctitis klachten geven. Dus het gevoel van naar het toilet te moeten gaan, valse stoelgang, wat meer slijmen bij de stoelgang, een zeldzame keer wat bloedverlies. De zone die bestraald wordt is kleiner dan bij een uitwendige bestraling, dus vaak zien we die proctitis klachten gelukkig niet bij de brachytherapie. Nu, Luc Delare heeft daar net al heel uitgebreid gesproken over de potentie, de impotentie, de behandelingen, de oorzaken. Ook brachytherapie gaat natuurlijk die neurovasculaire bundel belasten die vlak bij de prostaat loopt. Het belang van de seksuele functie van de potentie voor de ingreep is zeker belangrijk, hè? Maar we weten dat tot ongeveer 30% van de mannen na de brachytherapie toch impotent zal worden en hulpmiddelen zal nodig hebben. Radiotherapie, brachytherapie van de prostaat. Die zaadjes worden daar permanent geïmplanteerd. Die worden niet terug verwijderd, dus de patiënt gaat naar huis met een radioactieve lading in zijn lichaam. Die omgeving moet beschermd worden. De patiënt moet ook uitleg krijgen wat hij moet doen de eerste dagen. Daarover wordt deze namiddag door Thijs nog, Thijs de Velter, een uitgebreide uitleg gegeven. Maar ik ga jullie nog een paar belangrijke punten meegeven. Die zaadjes zitten in de prostaat, maar eventueel kan er altijd de eerste 2 weken na de implantatie toch eentje vrijkomen. Dus we vragen aan de patiënten om de eerste 2 weken door een zeefje te plassen. Dat als er een zaadje loskomt,
dat dat in dat zeefje ligt, dat dat radioactief zaadje niet begint rond te slingeren, maar dat ze dat terug meebrengen naar het ziekenhuis in een lode kokertje. Ook bij de eerste ejaculaties kan er eventueel een zaadje meebrengen, gezien dat de zaadblaasjes net boven de prostaat liggen, zou het kunnen dat er een zaadje vrijkomt bij de ejaculatie en vragen we aan de mannen om de eerste maanden na de implantatie een condoom te gebruiken. Is deze patiënt hoog radioactief voor zijn omgeving? Uiteraard niet. In dat geval zou hij moeten gehospitaliseerd blijven en dat is ook niet zo nodig. We weten dat op een meter van de patiënt er geen enkele stralingsgevaar niet meer is. Dus kleine kinderen, zwangere vrouwen, mogen van in het begin bij de patiënt komen. Ze moeten niet absoluut wegblijven. Maar we vragen om een nauw contact te beperken tot een vijftal minuten de eerste 2 maanden na de implantatie. Op een meter afstand is er niks meer, dus is er geen enkel gevaar. Die doos is ook niet zo hoog, dus echtparen mogen gewoon in hetzelfde bed blijven slapen. Daar zijn metingen naar verricht. Een echtgenote die naast haar pas geïmplanteerde man slaapt, krijgt die eerste 2 maanden niet meer dan 1/10 van de toegelaten wettelijke huiddosis. Dus daar is geen gevaar, ook niet voor de echtgenote. Die zaadjes blijven niet altijd actief. De radioactiviteit vervalt. Deze jodium-125 zaadjes hebben eigenlijk een halfwaarde tijd, zoals dat dan genoemd wordt, van 60 dagen. Dat wil zeggen dat om de 60 dagen de helft van de dosis afgegeven is en die zaadjes minder actief worden. Na 6 maanden is er meer dan 87% van de dosis afgegeven, dus is er eigenlijk nauwelijks nog restdosis. Wettelijk gezien zijn zaadjes pas volledig vervallen nadat er 10 halfwaardetijden verlopen zijn. Dus dat is toch eigenlijk 600 dagen, een kleine 2 jaar. En de Hoge Gezondheidsraad in België heeft daarom ook verordend dat een patiënt die geïmplanteerd is met radioactieve zaadjes niet zonder voorzorg binnen de 2 jaar, mocht hij overlijden, gecremeerd mag worden. Dat is niet omwille van ontploffingsgevaar of weet ik veel wat. Maar dat is omdat het titaniumomhulsel bij hele hoge temperaturen zou kunnen breken en dat er dan eigenlijk een radioactief gas minimaal zou kunnen vrijkomen en waarvoor dat de medewerkers van het crematorium eigenlijk beschermd moeten worden. Dus een crematie kan ook binnen de 2 jaar, maar er moeten gewoon speciale voorzorgen genomen worden. Thijs gaat deze namiddag nog veel meer praktische uitleg geven over hoe en wat bij thuiskomst na een brachytherapie. Maar ik geef nu graag het woord aan mijn collega dokter Meerschout voor wat meer uitleg over de uitwendige bestraling.